Jongens, het voelt zo nostalgisch om dit PlayStation 3 scherm te zien. Hey, ik ben Chesto. Welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Chesto. Het is vandaag zaterdag en voor jullie maandag als jullie deze video kijken. Maar ik heb weekend en als jullie deze video kijken is weekend alweer voorbij. Tenzij je werk hebt en vrij bent, heb je nog een extra dag weekend. Van mij staat hier nog een doos pizza die jammer genoeg op is. Die heb ik gisteravond opgegeten. En mijn beeldscherm is aan uit, want ik had mijn PC vannacht uitgezet. Omdat ik eventjes lekker lang ging slapen. En dat heb ik gedaan. Ik heb ongeveer ronduit 11 uurtjes geslapen. Dus ik ga nu eventjes wakker worden. En dadelijk even mijn PC opstarten. En dan gaan we eventjes Black Ops 3 doen. Vanmiddag naar de stad, waarschijnlijk. En dat gaan jullie allemaal wel zien. Ja, ik ga nu eventjes lekker wakker worden. Even naar plassen. Want dat moet ik nu eigenlijk best wel nodig doen. Oké, hier zie je dat ik de tandpasta aan mijn tandenborstel doe. Dat is heel belangrijk. En hier zie je dat ik ga poetsen. Het poetsen is heel belangrijk. Dat zorgt natuurlijk voor dat je geen gaatjes krijgt. En dat moet je natuurlijk gewoon elke dag doen. Het liefst 2 keer per dag, wat de tandarts altijd zegt. Dat doe ik ook altijd. En dan krijg je hele mooie, schone tanden. Zo, ik heb lekker vergis mijn tanden gepoetst. Altijd echt, serieus. Tandenpoetsen zelf vind ik nooit leuk. Want dat vind ik gewoon tijdsverneuken. Maar ja, moet toch, weet je. Maar het gevoel daarna als je inademt is zo fucking lekker, hè. Gewoon die frisse, ja, mintsmaak of wat het dan ook is. Die je dan weer proeft. Die was mijn raam omhoog. Zodat het een lekker stuk lichter is in mijn kamer. Waardoor ik het licht niet aan hoef te zetten. Dat vind ik altijd wel wat fijner natuurlijk. Eerst even deze berg kleding van mijn stoel afhalen. En op mijn bed neergooien. En dan kunnen we gaan doen wat ik wil doen. Namelijk even op de PC en de PlayStation 4. Oh mijn god jongens, we hebben bijna 100 miljoen punten. Holy shit. Als we dat vandaag kunnen halen, zou het echt awesome zijn. En ja... Ik heb echt al heel lang gespeeld, sowieso, maar voormalig had ik dat in Black Ops 2 niet eens gehaald. Of juist wel, maar ik ben gewoon heel lang geen Black Ops 2 aangeraakt. Ik zeg wel, het gaat binnenkort op mijn kanaal komen. Echt waar, het gaat binnenkort op mijn kanaal komen, jongens. 100% waar. Ik ga het gewoon weer opnemen voor jullie, ik heb er zin in. Let's go. We gaan nu even naar de bakken lopen, want papa heeft mama's auto om hem schoon te maken. Dus dan laten we gelijk Troy uit. Dat is gewoon 2 dingen in 1 doen, hè? Ja. Multitasken. Maar daarna ga ik nog even op de PlayStation. En als het goed is straks naar de stad, maar dat weet ik nog niet zeker. Want Nina had nog niet gereageerd. Die ligt gewoon nog te slapen, denk ik. Maar mam, het is een lekker weertje. Jij vindt het nooit leuk als ik je film, hè? Nee. Mijn moeder vindt het nooit leuk als ik haar film. Maar Troy vindt het altijd wel leuk, want Troy gaat altijd gekke dingen doen. Bah, zoals stront eten. Nee. Hij pist er gewoon overheen. Alright, ik heb net even lekker croissantjes gegeten. Ik ga nu Call of Duty Black Ops 3 doen. Omdat ik nog 6000 punten nodig heb voor de 100 miljoen punten in totaal. Let's go, ik ga dat nu doen. Nou, ik denk wel een 1 TDM potje. En dan zien jullie dat nu naar de wish. Let's fucking go, we made it. We fucking made it. 100 miljoen punten in totaal. Holy shit, ik ga niet doorspelen. Gewoon naar de 200 miljoen, I don't know. En misschien wel naar de... Biljoen, nee. Dan moet ik dit jaar 3 jaar luisteren spelen, maar you never know. Ik ga dus vandaag niet naar de stad, want Nina is geloof ik een beetje ziek. Vandaar dat ze ook zo laat reageerde. Maar dat gaan we een andere keer wel doen. Ik ga natuurlijk gewoon nog steeds wel mijn dag vullen met wat dingetjes. Ik moet natuurlijk nog wat dingen doen. Call of Duty, misschien dat ik even wat ga opnemen, maar dat is eigenlijk zondag de dag voor. Maar we will see it. Let's go, ik heb mijn 7 gehaald voor mijn biologieproefwerk. Woehoe! Ik ga me nu eventjes omkleden, want ik ga eventjes lekker wat eten. Ik ga op dit moment eventjes naar de Mac. Dus daar ga ik gewoon op dit moment eventjes naartoe. Eerst even maar omkleden, want ik ga niet met mijn omgechest shirt en deze broek. Gewoon even een spijkerbroek. En ik heb alles goed. Dus ja, hier zo heb ik nog mijn cancel shirt liggen. Dus die doe ik nog gewoon eventjes aan. En dan ga ik nu eventjes naar de Mac. Ik heb me omgekleed, zoals je ziet. Even snel alles omgedaan. Ik zweer deze schoenen. Ik draag vaak Janoskis, maar toch zijn deze schoenen... Hoerachi is ook echt fucking lekker. Troy, ik ga jou even alleen laten, jongen. Tot straks. Doei. Wil je nog wat zeggen? Ik ben Troy. Hallo, hallo. Laat een likeje achter. Nee, hè, Troy. Ga lekker slapen. Ik ga lekker eten. Dus eet smakelijk. Ik heb net lekker heerlijk gegeten. Ik ga nu weer naar huis. Dus even een stukje fietsen. En dan zijn we weer thuis. Het is altijd zo leuk dat als je thuis komt dat Troy helemaal happy is. Hallo, jongen. Ik ben weer terug. Ja, wat heb je voor een mooi speeltje? Oh, mooi gaten ingemaakt. Kijk, lijkt net op mijn gezicht dit, jongens. Holy shit. Troy heeft gewoon een gezicht met 2 armen gemaakt. What the fuck, hier.
Zo, ga maar lekker spelen. Ik ga naar Tom toe, want Tom is op Skype aan het livestreamen, dus ik ga met Tom meedoen. Hè, Troy? Ja, ga maar lekker je speeltje spelen. En slopen. Ga maar nog meer kapot maken. Ja! 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 Als je nog niet hebt meegekregen op Twitter, als je me niet volgt, dan laat ik het nu wel eventjes in de vlog aan jullie zien. Want jongens, kijk even wat ik gisteren in een TDM-potje heb gehaald. Gewoon fucking 71 kills. En ik weet dat Pamage, oftewel Optic Pamage en Optic Scumpy, dit niet hebben gehaald. Althans, Pamage hebben het wel gehaald in een video een keer, maar Optic Scumpy niet. En ik tweette het dus naar hun, maar ze hebben jammer genoeg niet gereageerd, wat logisch is, want ze krijgen misschien 10.000 tweets om een dag. Maar alsnog, dat gewoon ik het heb gehaald, 71 kills in een team damage potje en mijn teammates gingen echt gewoon fucking kak. Maar holy shit, het was echt niet, maar ook echt niet normaal insane dat potje. Want ik zag toen ik 69 kills had, dacht ik, huh? What the fuck? En toen maakte ik nog 2 kills daarna, toen was het potje afgelopen. Toen dacht ik echt zo, wow, let's go! Oké, jongens, ik zet mijn laptop weer na 1,5 jaar of zo aan. En jullie mogen 3 keer raden wat ik ga doen. Ik geef je 4 seconden. 1, 2, 3, 4. Ik ga Black Ops 3 doen. Ja, ik ga even Black Ops 2. Fucking hell. Ik ga even Black Ops 2 doen op dit moment. Misschien wel opnemen. I don't know. Jullie gaan het zien. Maar ik ga het gewoon proberen voor jullie om het op te nemen. En jullie zullen het zien. Jongens, het voelt zo nostalgisch om dit PlayStation 3 scherm te zien. Normaal record ik alles met deze PC. Maar ik heb nu hier mijn laptop staan. Want met mijn laptop deed ik altijd de PlayStation 3 games nog. Maar holy shit, dit is echt lachen, jongen. Jullie weten wezen wel wat het betekent, hè, als dit groene scherm achter me hangt. Laat ik even de camera omdraaien wat ik speel. Ja, jongens, jullie zien het goed. Jullie zien het goed. Ik speel Call of Duty Black Ops 3. Een Black Ops 2, ik zeg het steeds verkeerd. Oh, ik hou van deze game. Echt waar. Holy shit. Ja, jongens, de geschiedenisboeken zijn herschreven. De Call of Duty Black Ops 2 video staat in de motherfucking render. Holy shit. Echt, het is een insane video, die moet je gewoon kijken. Gisteren is het online gekomen. En ja, ik heb er niks meer over te zeggen. Kijk de video maar gewoon als je hem nog niet hebt gezien. En ja, jongens, Black Ops 2, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Het is nog speelbaar, maar ik raad het je niet aan als je Black Ops 3 echt helemaal gewend bent. Want ik moest ook serieus, het eerste potje die ik toen speelde, fucking hard wenden. Maar ik heb alsnog wel een challenge score neergezet. Maar ja, ik speel ook heel de dag Call of Duty. Ik speel bijna geen enkele andere game. Dat is mijn voordeel. Ik weet niet, als jullie de Division spelen en alles, dan snap ik wel dat je er even wat moeilijker in kan komen natuurlijk. Maar ik ga de video af laten renderen en daarna nog een andere video editen. Dat komt wel gewoon voor de bakker. De video's zijn opgenomen. Die zijn ook al gerenderd. Dus ik ga dadelijk eventjes GTA 5 doen. Daar heb ik wel even zin in. Ik kan jammer genoeg vanavond niet streamen, want ik moet even iets met mijn OBS fixen. Wat best wel tijd kost, want ik moet alles weer opnieuw erin gaan brengen. Omdat ik eventjes gewoon heel mijn OBS moest verwijderen. Omdat iets was met CBR. Dus dat ga ik ook even dit weekend fixen natuurlijk. Maar nu eerst even lekker relax GTA 5 doen. Ik ga nu de vlog editen, dus thanks for watching. Laat een blauw duimpje omhoog achter, helpt me natuurlijk enorm. Vergeet natuurlijk niet de video's van morgen weer online te kijken. Die om 3 en 7 uur online komen. Bedankt voor het kijken, tot morgen. Doei.